Nee, dat was naast. Dat was wel zo hoor. Maar dat is toch niet meer. Als je het meid was zo. Kort, en het is met groot genoeg dat ik straks de tentoonstelling mag openen. Eigenlijk het verhaal in de aanloop naar de eerste steen. Een bijzonder verhaal. Ik heb wat informatie gekregen van de werkgroep Historie, die ik in zijn totaliteit erg wil bedanken. Maar sowieso zou ik eens nog even een paar mensen wat nadrukkelijker, want jullie hebben er heel hard aan gewerkt. Ik vind het ook heel plezierig, natuurlijk welkom aan alle vrijwilligers. Welkom ook aan de historische kring Doornburg. Ja, alle historische kringen uit de gemeente zijn uitgenodigd. En ja, ik kom natuurlijk toch net vanuit de nevenbuurgemeente. Ken niet iedereen. Ik weet niet of ze er zijn, maar Doornburg heeft heel erg geholpen met gegevens om het moment van de bouw te plaatsen in de tijd van toen. En daarvoor wil ik ze ook heel erg bedanken. Gestopt in de forten in zijn algemeenheid. Overigens, alle forten bij elkaar hebben Nederland 50 miljard euro gekost. Dat zijn toch wel enorme bedragen. Maar ja, als je nagaat dat dit fort, als je van buiten bekijkt vanuit het kanaal van Pannonden, dan heb je niet in de gaten dat daar een enorme gebouw van 5 verdiepingen ligt, wat verstopt. En als je kijkt naar het fraaie metselwerk wat wij ook hebben, ja, daar kun je iets bij voorstellen, al die stenen die hier zo in dit fort zitten, dat het gigantische werken zijn geweest, getrokken door paarden. Een geweldige gedachte, en ik vind het altijd knap hoe wij Nederlanders, ben ik best trots op met paan te werken, toch altijd erg leuk om te zien. Er zijn genoeg vrijwilligers die door de talen willen toewerken. Er ook heel hard gewerkt wordt samen met Ben van Vuren. Waardeer ik zeer, dus complimenten daarvoor. Want die hebben we gevonden. Ach, dus. Oh, jee. Mensen, ik vind het heel teleurstellend, maar dit is een misbaksel. Het is echt heel vervelend. Letterlijk een misbaksel. Afschuwelijk. Oh, maar weet je, Lisbeth, opeens schiet me wat binnen. Want ik zag vanmiddag, pijlen ergens daar. Op de vloer. Kom verder. Kom allemaal door. Ja. En hier dan blauwe, hier blauwe, en daar blauwe pijlen. Ja, dat is even. Ja, maar ik ben blij dat ik hier. Het duurt 70 minuten, maar het... Maar we kunnen dat nu krijgen als het dan is er aan die kant eigenlijk van alles en nog wat over de Hollandse, Nieuwe Hollandse Waterman. Superleuk. Er staan op de consoles en ook in de houtvormen baksteen of fragmenten van baksteen. Degene die hier uit de buurt komen, dat weet ik, die kennen die namen. Nou, ik wist er niks van. Ja, maar misschien is dit opstand. Nee, maar als de stenen gevormd zijn in die dingen, moeten ze eruit spellen. En dan moeten ze ergens opleggen om aan te drogen, voordat ze erop vinden.
Tegenwoordig gaat dat anders. Thanks for watching. Please like and share the video in social networks, and we'll be right back to you as fast as we can. And don't forget to give us a like.